Palu. Ram Nan Dan Lal Hen. A. Suleiman Maritza Marcia, sorry. A. Totaal voor Palu. 2. Wat wij bezig zijn te doen is om per resort gaan we dan de processen verbaal nemen we door om eigenlijk vast te stellen hoeveel een bepaalde kandidaat van een bepaalde partij, hoeveel stemmen hij of zij in het resort heeft vergaard. En daartegen en daar nemen we dan ook gelijk mee hoeveel stemmen zo'n partij in totaal in het resort heeft behaald. Hey. Nul. NOP? Nul. ANC? Nul. Dit proces, waarom is het niet meteen gestart nadat de processen verbalen op 26 mei om 8:45 al binnen waren? 26 mei, 8:45 in de ochtend, is de laatste stembureau binnengekomen. Toch? En je moet rekening houden, als de mensen al ongeveer langer dan 48 uur op zijn, dan is het dan niet billig naar de mensen toe. Om dan gelijk te starten daarmee. We moesten even een rust inbouwen om dan te beginnen met een tweede controle van de processenverbaal. Want wanneer de processenverbaal wordt ingediend, heb je de eerste controle en dan heb je de tweede controle. Pinsilva, Ruslan Gregory 18, Noor Mohamed Riyad 6, Somahajo Slamet Paul 6, Waterberg Celsius 1. Etnel Patricia, 2. Wat er nu gebeurt is datgene dat vooraf moet gaan aan het houden van de openbare zitting, de telling. Wij hebben gemeend, omdat er in het verleden, dus er is ook heel wat tijd over gegaan, maar omdat er wat ruis kwam, hebben we gemeend om het echt zoals het is, openbaar, volledig openbaar te doen. APS, artist Reynardus, 2. Totaal voor APS, 2. Bij de twee controlemomenten, wat is geconstateerd? Verschillende dingen. Soms kan zijn dat een lid vergeten is te tekenen. Je kan ook optelmissertjes hebben. Maar ook bij, bij de overname van de informatie op de turflijsten naar het procesverbaal, kan men wat over het hoofd zien. Toch? Of kan men een telling missen. Maar dat komt door vermoeidheid gewoon. Amafo, Alice, 2. Moderat, 2. Naeng Waldi, 3. Wat er dan gebeurt is, als we kleine verschillen merken, dan laten we dan in eerste instantie de voorzitter of de voorzitter van het stembureau halen. Als het moet, het geheel stembureau. Toch? En dan halen we dan de tweede set lijsten eruit, turflijsten eruit uit de box. In bijzijn van de politie, CAS en OKB toch? En het hoofdstembureau. En de leden van het stembureau, dan maken we dan de kit open om dan de turflijsten eruit te halen, toch, om dan de vergelijking te maken. En dan lost het probleem zichzelf gelijk op en dan zie je dat het gewoon een telfouten zijn geweest. En dan wordt het dan gecorrigeerd. NDP, Boutersen, deze Nederlander, 135, Simons Jennifer, 12, Palmissen, Rabinde, 13, Musicaba André, 7, Chang Stefan 5, Adin Michael 28. In het verleden zijn hoofdstembureaus 3 weken, 3,5, 4. Sommige hoofdstembureaus zijn in het verleden zelf bijna 6 weken bezig geweest. Dus als je dan kijkt naar de complexiteit van wat we allemaal moeten doen, per persoon, elke stem van elke persoon telt. Toch? En om te voorkomen dat mensen zichzelf benadeeld voelen of andere bevoordeeld worden, toch moet alles step by step gedaan worden. Doe, Breveld Karel, 12, Dens, Marlene, 1. We zijn klaar wanneer we klaar zijn. Maar ik kan niet aangeven welke datum. Nee, ik ga me niet wagen aan een datum. Omdat als je wacht aan een datum, kan het zijn dat men, als je eerder klaar bent, dat men zegt dat je iets anders gedaan hebt. Als je later klaar bent, kan men ook zeggen dat je iets anders gedaan hebt. En dan gaat men je houden aan een datum. We zijn klaar wanneer we klaar zijn met het werk. DRS, Malta Clifford 1, Groenberg Ronald 1, totaal voor DRS 2. Megafront, Moonra. Dan 4, 2, totaal voor Megafront 2.